Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe Overwatch Challenge. Ik hoop dat jullie er super veel zin in hebben. Klik even op dat blauw duimpje omhoog als jij er zin in hebt. Of vandaag spelen wij zonder webcam. Oké, voordat jullie allemaal een reactie neer gaan zetten. Zo was je webcam? Geen webcam vandaag. Oké, geen discussie, geen webcam vandaag. That's it. Daarmee moeten jullie het doen, oké? Feels bad, man. Farah, natuurlijk. Vorige aflevering was McCree. Ik ben momenteel al in 8e opname. Oké, ik heb 8 keer deze challenge al opgenomen. En 8 keer hebben we gefaald. Dus heb ik gefaald. Nou, eigenlijk niet ik. Heeft mijn team gefaald. Laten we het zo houden. Net als nu bij Bastion en Symmetra hebben. Heb ik eigenlijk geen... Ik heb eigenlijk gewoon mijn moed verloren. Ik weet het niet meer, jongens. Ik weet het gewoon niet meer. Maar we gaan gewoon ons best doen. En we gaan een knockbackje doen. En we... Oh my god, dat is de eerste keer dat dat is gelukt. Wait, is hij niet dood? Hoe de fuck is hij niet dood gegaan? Hoe is dat überhaupt boven? Ik dacht dat hij eraf vloog. Hij viel er vanaf natuurlijk. Maar, nee, eigenlijk niet. Hij viel er niet vanaf. In ieder geval, Farah. Farah is een van mijn favoriete karakters. Pre-season 1. Waarom gaat onze Bastion weg van de choke? Dat is niet slim, want nu kunnen ze hier gewoon doorpushen. Maar dat doen ze niet. Dus daar ben ik blij mee. Farah is pre-season 1. Was het mijn favoriete karakter. Het was één hele goede karakter. Yay! Ik heb er iemand eraf gegooid. Yay! Ik heb een double kill. Yay! Wow! Misschien wordt het wel mogelijk om nog... of is het wel mogelijk om überhaupt deze challenge nog te halen. Maar Farah is één van mijn favoriete karakters. Pre-season. En begin seizoen 1. Omdat Anna er toen nog niet was. En toen was McCree ook nog niet super sterk. Het was één hele fijne karakter. Diva coming right side, flanking us. Oh, daar is ze. Ik dacht dat ze hier was. Hebben ze twee diva's? Ik dacht dat ze SSC'ers hier daarin ging. Maar ja, het is een van mijn favoriete karakters. En het is ook nog een hele sterke. Ik zeg niet dat Farah nu super slecht is. Zij is eigenlijk helemaal niet genurfd. Al komt het binnenkort wel dat er een buff of een nerf. Een van de twee. Het is een beetje raar. Ik weet ook niet precies wat er wordt veranderd. Maar ik weet wel dat de knockback heel erg anders wordt van haar kogels. Maar ik weet ook niet precies hoe dat in elkaar zit. Oké, dan moet je maar even lekker de PTR notes lezen. En ik ga ook nog niks zeggen als het ook nog niet live is. Oké, dat lijkt me ook best wel heel logisch. Ik denk ook niet dat dit slim is. Oh, we hebben hem gekilled. En we hebben overleefd. Oké, dat was het totaal 100% waard, jongens. Om die Roadhog daar te killen. Dat was het 100% waard. Je kan zeggen wat je wil, maar dat was het 100% waard. Not, by the way. Dat was het niet waard. Okay. Dat was het echt totaal niet waard. Maar het is wel leuk om te doen. En waarschijnlijk wil die dude heel graag zijn E doen. Dat doet hij nu. Oké, okay, I don't care. En waarschijnlijk wil die dude nu ook heel graag zijn sleeping dart doen. Dus dan gaan we maar gewoon hierboven vliegen. Oké. Okay. En ik weet niet hoe die een paar schoten kon missen. Maar oké, okay. En als Farah, ik weet nog steeds niet hoe je Farah goed moet spelen. Al speelde ik haar vroeger heel veel. Nu speel ik haar eigenlijk helemaal niet. Dus nee, gewoon eigenlijk helemaal niet meer. Wat jammer is, want het blijft een hele fijne karakter om te spelen. Alleen, ik weet gewoon niet meer echt hoe je haar moet spelen. Vooral met de McCree en ze hebben één dude is geliefd. Waarom is Kuroku, waarom ben je geliefd, man? Ik denk dat ze... Hey, I don't care, want dit is de fucking zoveelste opname die ik al heb. Dus ik wil deze gewoon heel graag winnen. En als ze deze niet kunnen pushen, dan so be it, oké. Okay? Dan so be it. We gaan kijken of we die dude kunnen ownen. Hebben we hem geowned? Hij is niet geowned. Wat jammer. Ik denk dat Reaper zometeen deze kant op gaat. Lijkt mij logisch dat Reaper dat gaat doen. Maar nee, oké, okay, toch niet. We gaan kijken of we ze kunnen flanken, oké. Okay? Gaan kijken. Oh, dat is een soldier. Oh, dat is een soldier. En die soldier die gaat me openen, denk ik. Misschien niet. Nou, hij gaat niet daar. Hij gaat niet achter me aan. Oké, daar ben ik blij mee. En ik weet niet wat ze hier doen, maar hallo. Hallo. Ik weet niet hoe ik jou niet kan ownen met mijn ult. Terwijl overal pretty much raketten overal komen. Maar gelukkig... Dat doosje beschermde hem, gelukkig. Maar we hebben ook een teleporter, wat heel fijn is. Zodat we gewoon weer snel back into the action kunnen komen. En dat was een knockback, hopen dat mijn teammaat niet dood ging. En het ging hij niet. Dus daar ben ik blij mee. En die dude gaat mij nu hoeken en dan ben ik dood. Oh, I miss een hoek. Pak die Roadhog. Pak die Roadhog, alsjeblieft. Roadhog is super low. Nice. En nu Soldier. Nice. En dan Anna. Was dat Anna? Ja, dat was Anna. Kill Anna. Please. Anna is dood. Nice. En nu deze. Kom maar, Zen. Pak Zen.
Come on! Yes! Woe! Dit wordt hem! We kunnen winnen! Nog 40 seconden. By the way, ik heb ook 3 sterren. Betekent dat ik level 309 momenteel ben. Zie je ook in de titel? 3 sterren. Bam, jongen. Ben ik ook blij mee. Eigenlijk met 3 sterretjes. En dat is een Symmetra die doodging. En ze hebben nu een Widow. Speciaal voor mij. Neem ik aan speciaal voor mij. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Dat was denk ik een goede knockback. Want nu kan hij hem ownen. Nice. En nu komt hier ook iemand boven. En ze hebben een Widow. Wat hartstikke leuk is. Ja, oké. Okay, dat is leuk. Een repertje. En ik wil niet geowned worden. Oké. Okay. Ik heb geen zin om geowned te worden. Weet je hoe blij ik momenteel ben, jongens? Weet je hoe blij ik nu ben? Eindelijk hebben we hem gehaald. Weet je hoe lang dit duurde voor mij, jongens? 2 uur. 2 uur om 1 potje te winnen met Farah. En dat is serieus geen grap. Oké, okay, dat is serieus geen grap. Oké, okay, Slot Hitch heeft de play of the game. 12 kills, 6,5k damage dan. Meeste kills. Het zegt natuurlijk helemaal niks, meeste kills. Laten we eerlijk zijn. Hier was ik denk ik dood. Denk ik. Ja, ik was hier net dood, inderdaad. In ieder geval, jongens. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Volgende, die wordt een Reaper. Dat wordt nog ook wel interessant. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie gewoon de volgende keer weer bij de nieuwe challenge. En later!